Ja, ik ga daar wel goed op. Hè? Op een lekkere ongemakkelijke situatie. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi. Tuurlijk. Maar ik ben er niet op uit of zo. Weet je wel? Dat je bij jezelf denkt, oh, die Vincent, die is erop uit. Want dat ben ik niet. Maar als je me buiten ziet lopen, dan kan je wel bij jezelf denken van, oh, nou, kijk, die Vincent, die is er lekker op uit. Maar dat is heel wat anders. Ik ben dan niet bewust onderweg naar ongemakkelijke situaties. Ik heb wel wat beters te doen met mijn leven natuurlijk. Huh? Maar ik ga ze niet uit de weg. Huh? En ik geef de ander ook altijd nog wel de kans om het hele gebeuren op een wat hoger level te tillen, weet je wel. Ik hou wel van de evolutie. Nou, from the top of my head, hè? Dan komt er weer iemand aan met een of ander kutgesprek over voetbal. En dan zeg ik, Roos. Sorry, man. Ik kijk geen voetbal. Nou, dan zie je vaak denken. Nou, dan beginnen ze in één keer over de oorlog in Oekraïne, weet je wel. En dan zeg ik, gast, serieus? Het spijt me, man. Ik volg die bullshit niet. Weet je? Ik hou mijn bewustzijn graag schoon. Nou, dan gaat er iets in dat hoofd van klok, klok. Kortsluiting, weet je wel. Dan denken ze, wat is dit voor staatsmogol? En daar zullen ze best wel een klein beetje gelijk in hebben. Nou, veelal beginnen ze dan nog te blaten over Jinek of de wereld draait door. En dan is het, ja, weet je, dan ben je mij kwijt. Dan haak ik af. En dan haak ik gewoon mijn bek en dan ga ik je aankijken. Moet ik weten.